Vier jaar lang hebben de kuststreek van Duinkerke, de Belgische kust en Belgisch Luxemburg de handen in elkaar geslagen rond het project Tendances om een uniek toeristisch verhaal te brengen. Verkozenen, experten, professionals. Zij vertellen ons hoe ze terugblikken op dit project. Wij zijn buren en onze regio's staan voor dezelfde toeristische uitdagingen. En ook een toeristisch aanbod uitwerken dat echt nauwer aansluit bij de nieuwe verwachtingen van de toerist. Met name bij de start van het project hebben we de trends elders bestudeerd en gezien dat bepaalde trends zich laten aanpassen aan de kustcontext en ook aan de context van de Ardennen. In dit Tendances-project zijn er uiteraard gelijkenissen en uitdagingen die we moeten aangaan in zaken toeristische aantrekkelijkheid. Het is een must dat wij het hele communicatieaspect professioneler maken, online beter zichtbaar zijn. Elke partner heeft vier jaar lang zijn expertise en ervaring kunnen inbrengen, antwoorden en concrete oplossingen kunnen aanreiken aan onze professionals in het toerisme om die gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ik denk dat de kracht van het collectief schuilt in het feit dat elke partner een echte meerwaarde kan leveren voor het project. Waar het Interreg-programma voor zorgt, in zekere mate toch, is dat die grenzen verdwijnen. En vandaag de dag is dat een uiterst belangrijke boodschap om uit te dragen. Welke zijn die tendances nu? De tendens? Koken met oog voor authenticiteit. Van zodra je je beroep met passie uitoefent, zal je altijd aan de top staan. De jongere gasten, onze toekomst in de gastronomie, het feu sacré. Het succes, dat is de klant die het maakt. Hij komt bij je terug omdat hij originaliteit of een verschil aantreft. Zingige dingen, de keuken van vroeger, dat is niet meer de keuken van vandaag. We moeten gebruiken, maar je basis, dat moet blijven staan. Maar de trend is om op zoek te gaan naar lokale producten en die dan op te waarderen. Eigenlijk mag je niet aan alle trends meegaan. Dat is heel belangrijk. Je moet aan je filosofie van je zaak ergens trouw blijven. Dat is altijd een extra waarde stoppen in de gerechten. Product, dat moet centraal staan. Van waar komt dat product? Waar haal je het? Wat doe je ermee? Gewoon lekkere, eerlijke, gezonde keuken. Dat is hetgene wat je eigenlijk wil. Maar zelfs in de eenvoud proberen een klein culinair onderscheid te maken. Dat je prima producenten hebt en een opwaarderen, omdat ze vragende partij zijn. Met een mooi verhaal rond hoe hij dat brengt. Huisgemaakte bereidingen, lokale producten, gezond en lekker eten. U hebt het vast begrepen. De consument wil zichzelf plezieren en gaat op zoek naar gastronomische momenten waarop hij graag terugblikt. Onze partners hebben hun kennis en kunde en hun tips voorgelegd aan professionals, naar aanleiding van culinaire ateliers, gastronomische uitdagingen en opleidingen. Het waren momenten van kostbare uitwisselingen dankzij de deelname van grote chefs. Een ronduit geslaagd avontuur. Dankzij onze partners hebben de restauranthouders kennis kunnen maken met de nieuwe culinaire trends en zo hun eigen kaart kunnen verrijken met nieuwe recepten, met evoluerende menu's en geslaagde uitdagingen als uitkomst. Tot groot plezier van de fijnproevers. De tendens? Zich durven onderscheiden en de connectie opzoeken. Altijd alert blijven voor het concept toerisme. Voor de trends, voor de collega's. Wandelen en fietsen, ik word ervoor betaald. Ik doe aan erfgoedcommunicatie en daarnaast doe ik ook aan coaching van toeristische ondernemers. We kunnen het niet genoeg zeggen. Jaar na jaar leer je bij. En uiteraard, luister naar je klanten. Als je zelf aan de slag wil gaan met storytelling in je onderneming, werk dan met emoties. Dat is differentiëring. Doe niet zoals je buurman, je collega of je concurrent, maar maak jezelf echt uniek. Dat is aan die kant centraal in je verhaal. En op die manier zal je verhaal groter worden en ook op sociale media veel meer gedeeld worden. Enkele sterke tendensen die we moeten meenemen, dat is dat uw reiziger binnen het grote aanbod vooral nabijheid nastreeft. Plekken die respect voor de intimiteit uitstralen. En tot slot is er de taak van de bedrijfsleider in zaken milieubeleid. Dankzij ateliers, coachings en de invoering van marketingtools die waren toegesneden op maat van onze deelnemers, hebben zij een inzicht verworven in de nieuwe digitale codes en gebruiken. Het was zaak om hun visibiliteit op de sociale media te verhogen en vooral om hun klantenparcours te verbeteren. De begeleiding was zeer goed. De opvolging snel en duidelijk, heel compleet en efficiënt bij alle betrokkenen. Het is belangrijk om digitaal mee te zijn met de tijd, maar men heeft niet altijd de middelen. Een sterk punt van het project is dan ook dat er snel, duidelijk en makkelijk uit te rollen oplossingen zijn. Ik zag dat er een kans is om een goede audit te krijgen. Een externe kijk op het museum waar ik werk, van een slechte beoordeling. Men wil projecten echt helpen om nog professioneler te worden, om mee te zijn met alle promotiehulpmiddelen. Er zeker voor zorgen dat al deze tools
aansluiten bij je eigen DNA, je passie voor je werk, voor je project. En ik denk, zolang je authentiek blijft, dat de toekomst verzekerd is. Wat heeft mij het meest bijgebracht, is in feite een sector die misschien wat ingeslapen is. Of ben ik daar tevreden over? Zeer tevreden. Audit, webmarketingstrategie en content creation. Een toolbox boordevol tips om de digitale wereld helemaal te ontsluiten voor onze toeristische actoren. De tendens? Een unieke ervaring beleven. Mijn persoonlijke trend is precies dat ik projecten uitrol op maat. Wel, ik denk dat ook op basis van COVID-19 dat we terug gaan grijpen naar de waarden van het leven. Voor mij is dat de pure eenvoud. Volgens mij is altijd ook weegspiegelen in het interieur zelf. Over het algemeen worden de projecten van A tot Z aangepakt. Er zijn zoveel mooie dingen dat we een interieur op maat zullen brengen. Er moet ritme zijn om interesse te wekken. Je moet de hele omgeving analyseren. Meer dus dan alleen binnenhuisinrichting. Ik denk dat we die pure eenvoud ook gaan kunnen combineren met ruwheid en natuurlijke materialen. Dat maakt deel uit van de beeldvorming van wat we willen tonen. Een verzorgde binneninrichting draagt bij aan de beleving van de bezoeker, verhoogt het welzijn en het versterkt de herbronning. Een goede reden dus om er aandacht aan te besteden. Daarom hebben de partners acties ontwikkeld om de inrichting naar een hoger niveau te tillen. Doel daarbij was om het unieke en eigen karakter van de plek te onthullen. Hij luisterde ook naar onze noden, omdat het belangrijk was voor ons om eigenlijk een breed segment ook wat doelgroepen. Is dat heel, heel leuk, zoals dat Sidney zegt, dat je dan inderdaad die steun krijgt van mensen en de mensen zijn die je geloven, dat je samen kan nadenken. Want ik denk dat dat ook wel een heel belangrijke is, dat je voordien brainstormen met iedereen van verschillende disciplines. Ik denk dat het wel belangrijk is te weten waar je zelf goed in zit. Waarom dat de mensen uiteindelijk bij u komen. Ik denk als je dat kunt terugvinden waarom dat ze bij u komen. Aarzel niet om uw stijl te veranderen en te investeren. Sinds de heropening is de omzet aanzienlijk gestegen. Heel wat toeristische zaken hebben kunnen genieten van het advies van architecten, studenten aan designscholen en professionals uit de binnenhuisinrichting om hun ruimte en de bezoekersbeleving te optimaliseren. De tendens? Vaste patronen doorbreken. Nieuwe producten en diensten ontwikkelen om beleving te creëren voor de bezoeker. Meer authenticiteit. Werken aan meer verbondenheid. Sterke momenten creëren met het gezin, onder vrienden. Herbronnen. Deconnecteren. Ontdekken, maar dan anders. Een aangepast en eigenzinnig aanbod ontwikkelen. Meer ruimte creëren voor ontspanning en herbronning. Dankzij volkomen unieke belevingen. Solo, duo, onder vrienden of met het gezin. Om opnieuw aan te sluiten met de omgeving, de rijkdom en de weldaden ervan. De bezoekers streven niet alleen naar een kader in een omgeving. Ze betrachten ook een unieke beleving met producten en diensten die een vast stramien doorbreken. Ze zijn op zoek naar authenticiteit, welzijn en een unieke herinnering aan hun verblijf. Dankzij het project Tendances hebben de actoren zich een beter beeld kunnen vormen van de verwachtingen van hun cliënteel en hebben ze inspiratie kunnen vergaren om nieuwe concepten en nieuwe activiteiten uit te werken. Het fijnste van een coach eigenlijk bijkrijgen is dat je een grote know-how erbij krijgt. Het interessante eraan om met een partner als Interrecht te werken is dat het altijd goed is dat er toezicht is. Ook al doe je je uiterste best, soms zijn er details waar je niet aan denkt. Hoe wij aan het Tendance-project deelgenomen hebben, is dat wij in Tenville gestart zijn met het concept van toeristische ontwikkeling. Met echt veel facetten, met name het concept van de bosbaden. Dat wij een knipoog konden geven naar baden in zee aan de kust. Dankzij het Tendance-project hebben wij het idee gerealiseerd om promotionele tekenkaartjes te laten maken. Vervolgens over de manier waarop wij met Tendance hebben samengewerkt, is het belangrijk dat er persoonlijke ideeën komen, deze collectief in te zetten en zich aan te passen. Er is wat gebeurd is, wat nog gaat gebeuren en dus moet je de hele tijd op scherp staan. Zo hebben de actoren ideeënfiches,
gezinsspelletjes en een bonte waaier van buitengewone activiteiten kunnen ontwikkelen. Originele activiteiten voor unieke herinneringen. Tendances, een grensoverschrijdend avontuur dat onze partners en hun toeristisch aanbod naar een hoger niveau heeft getild. Een unieke kans die werd geboden door het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Boordevol ideeën, maar gebrek aan inspiratie om u te lanceren. Welkom op de websites van het project Tendances.